B-Runners, het is tijd om de prison eindelijk aan te vallen. Het heeft zo lang geduurd om het even goed voor te bereiden. We weten niet echt wat we kunnen verwachten, want de Craftmaster is bewust van wat er gaande is. En heeft dus ook zijn prison gepimpt. Ik moet eigenlijk één ding heel snel doen. En dat moet echt heel snel. En ik weet even niet waar het in zit. Ik hoop hierin. Heb ik het überhaupt? Nee, shit. Oh, man. Mijn hokje daar is zeg maar, is puur een soort van turret. Line of sight of een turret, soort van turret range. That's it. Maar ik heb dus geen walls meer. Die zijn op. Dus ik ga denk ik... Ik wil eigenlijk echt meteen aanvallen. Maar om te beginnen ga ik... Ja, ga ik zeggen dat jullie allemaal moeten liken. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, jongens, zeg dan even Peter in de chat. En ben je wel geabonneerd op mijn kanaal, zeg dan even Rip Prison in de comments. Zeg chat. Ik zeg te vaak chat, man. Ik moet echt minder vaak livestreamen. Oké, snel dit. Oké, oh man, ben ik echt zo skeer ondertussen? Oké, nou ja, we zijn skeer en base. Niet doorvertellen. Kom eens er heen. Let's go. Kut, wacht, nee. Ik kan ze meteen meenemen als ze dat nog maar 6 zien. Ja, oké, okay, let's go. Oh, ja, hij heeft bij mij best wel veel kans. Ik ga niet liegen om... Oh, wacht. Prison raid. Ja, hij heeft bij mij best wel veel... Oh, nee. Oh, kom op, dit kost allemaal tijd. Ik wil hem nu zo snel mogelijk afmaken. Hij heeft bij mij best wel veel kans om mijn hokje uit te schakelen, zeg maar. Mijn hokje staat heel weinig voor. Het is alleen wel... Ik heb de turrets... Een beetje zijn turrets range zitten, dus het is heel lastig om naar buiten te treden hier, zeg maar. En dat vind ik mooi. Dat vind ik lekker. Ik heb trouwens vet veel stego's. Is niet normal. Echt niet normal. Ik denk dat ik me gewoon vooral de onderlaag afzet zoveel mogelijk. Hoef je zelf ook verder niet echt in te zetten. Ja, dit is... Oh nee, dit hokje is zo trash, man. Ja, we kunnen nu geen metal meer farmen. Hey, let the soaking begin. Ik heb een dino, die heeft deze eerst. En die heeft mijn ascendant saddle. Oh mijn god, ik ben gewoon de veggie cakes en zo vergeten, of niet? Oké, we gaan nu heel snel back. Oh man, oh, dat ben ik toch weer echt net vergeten. Wat dom. Want dit is juist het moment dat ik even moet veggie cake. En ik hoop dat de craftmaster er niet is. Wat brewskies. Oké, we doen het even zo. En, oh ja, en een biertje of 5. We moeten daar even de rest gewoon wel overbrengen. Oh, kut, dan zit ik zelf veggie cake te eten. We moeten ze zelf even goed overbrengen. Maar nu gaan we gewoon even aanvallen. En dat doe ik dan wel in het hokje van de cultmaster raid. Ik ga denk craftmaster en cultmaster heel vaak door elkaar halen nu. Maar goed, ik weet ook niet wanneer Jamie zijn aanval inzet. Hey, oh, nou. Zie ik daar een stego lopen? Huh, wat is dat? Oh, dat is een tech stego. Dat leek wel een of andere spirit, man. Daar gaan we. Zit ik in de juiste stand? Oeh, wat doen ze nog damage, man? Ah, nee. Oké, dan wil ik dit toch even testen. Heb ik geheeld? Oh, de zijkant schiet. Oké. Ja. Wat gebeurt als ik een biertje use? Is dat alleen op mezelf? Hiervoor moet ik wel oppassen. Oeh. Ja, kijk, nou word ik zelf weer gehit. Hey, maar dit is op zich wel een veilige range. Oh, ik word genet. Oh, kut. Kut, ik heb geen netcounter. Ik heb helemaal geen netcounter. Huh? Wacht. Ah, nou heb ik spijt van dat biertje, man. Want ik zie nu echt geen hol. Oké. Hold up. Er is iets gaande. Er wordt geschoten. Ik heb mijn fab rifle ook niet... Oh, mijn god, waar? Ja, ik zie echt geen hol, man. Oh, hij is genet. Heb ik? Ja, ik heb nu dus geen... ik zie... Ah, man, dat biertje naait. Oh, daarboven. Nee, maar staat tot nu toe op 10 doelpunten. Ga weg. Oh, daar is hij. Ik zie hem net. Daar. Is dit een shotgun of wat doet hij? Oh, mijn god. Oké, nou ja, jongens. We moeten deze even ontnetten. Maar ik heb dus geen hatchets bij. Hield dit nou echt flink? Ik moet het even goed bijhouden. Oké. Ik hoop dat Jamie gewoon even tijd heeft. We moeten namelijk oprecht even een hatchet pakken. Dus misschien kan ik beter vliegen. Ook even tip naar mezelf. Biertjes? Ja. Maar dan gewoon nog even mee wachten. Oké. Hatchet. Check. En ik heb even... Heb ik een fabricated? Check. Heb ik dat allemaal overgehuist? Vast niet. Of toch wel? Zieke check, mate. Hier, hoppa. Alright, we're going back. Let's go. Gaan we dan. Oh man, hebben jullie mijn nieuwe Minecraft serie gezien op mijn hoofdkanaal, jongens? Oh, ik moet wel oppassen dat ik niet de turrets in vlieg. Zit daar een gat in de muur al? Of is dat render? Wat? Hold up. Oh nee, oké, dat moest ik geen renderen. Oh, ik ben helemaal uitgeput door dat biertje. Waar is die? Waar is die heen? Misschien is Jamie hem gewoon bezig aan het houden. Dat zou kunnen. Dus ik ga weer even poren. Wat ik wil doen, zeg maar. Ik wil denk ik aan de ene kant een beetje afzakken en dan gewoon vol ervoor gaan. Ah, ik moet alleen zelf niet neergaan, man. Oh, bro. Oké, en daarvoor moet ik dus ook even flink oppassen. Kom hier. Oh ja, ja. Draai maar even een kilometer. Ja, joh. Dag. Oh, nee, joh. Nee! What the fuck? Zijn mijn turrets neer? Wat was die damage opeens, gast? Waarom hit ik nee? Wat? Oh mijn god. Nou ja, dat was even stego nummer 1. Ik heb het idee dat Jamie niks aan het doen. Oh, wacht, hij zal wat aan doen. Of niet? Is dat Jamie? Oké, Jamie zal wat aan doen. Oké, hij weet er wat. Het is heel irritant vechten tegen... Oh. Oh!
Je is een notengek. Okay, we hebben eten een paar keer. We willen vooral even zijn armen slopen. Oh, hij gaat weer weg. Oh boy. Oké, nou ja, dit was even een teleurstelling, man. Ik ga er gewoon voor. Sprintje. Want deze wil ik wel heel graag terug, zeg maar. Njo! Bro. Oké, we moeten even kruipels. Nee, alhoewel, we kunnen wel even... Jij, Aberrant Stego. Dus heb ik ineens een naam, zo erg is het. Oké. Wat gaan we doen? Staat hij er op de toren? Is hij dat? Dat is die. Oh mijn god. Zo. Zo. Juist. Juist. Stego jiggelt te veel, man. Is goed, dus raadt hij... Oké, dat redt hij gewoon. Goeie afleiding wel. Goeie afleiding. Ik kan alleen niks hitten zo. Ik kan niks hitten, gast. Ik kan niks hitten. Je wilt niet damage, jongen. Wow, yo. Hey, dit deelt helemaal niet zoveel, man. Jullie zeiden dat het echt 2k hield. Het was echt 500 HP. Oké, we gaan wel even de long game spelen. Ik weet niet hoeveel bullets hierin zitten. Maar man, het is echt een machtige muur. We moeten gewoon even beetje voor beetje soken. Kijk, ik wil... Oh, wat is dat? Is dat Jamie? Oh, nee. Ja, nee, dat is Jamie. Oh, ja. Hij heeft geen zijn armere stuk. Geen armere stuk, man. Hij wordt gehit. Jamie heeft tech suit. Dat is nice. Dat is slim van hem. Oké, iets naar voren moven. Eet dat ding zelf. Hey, we pushen. Kom maar. Oh, lekker kriebelen. Oh, dit is zo lekker. We kunnen dus ook een soort van spoor maken. Van Stego lijken. En dan elke keer weer even een bietje zoeken. Oeh ja, dit is pijnlijk. Dit is wel pijnlijk hoor. Ik ga niet liegen. En gewoon dan kunnen we elke keer een beetje naar bijen of dichterbij rennen. Ik wil dus uiteindelijk wil ik echt... Ik wil eigenlijk daaronder zien te komen en hopelijk dat ik dan cover heb. Zodat ik op dat moment... Oh, daar komt hij weer. Zodat ik op dat moment zeg maar gewoon een gat erin kan blazen. Zodat ik niet al mijn staggers hoef te verwaarlozen. Dat waren mijn bullets. Top. Ik zie een parachute. Ik weet dus niet hoe... Oeh, in hoeverre een recurve bow wat gaan doen. Is dat Jamie? Oké, ja, dit is kut. James schiet op mij. Of niet? Dat is wat er gebeurde, toch? Stop! Stop! Glorieronde. Pijnlijk. Blijf je achter staan. Ding is bijna kapot, man. Oh ja, ik moet echt even meer bullets halen. Ja, dit op range is te lastig, man. What's the plan, man? What's the plan, man? Volgens mij hield hij best wel flink, trouwens, op die veggie cakes. Als in... Hiel dan. Oké, broeders, wat is de plan? Hij staat daar. Ja, ik moet gewoon even een enkel pakken met een fabricated rifle. Het chill is natuurlijk dat van twee hoeken komen. No way dat hij deze prison kan verdedigen als dit het is. Kwestie van tijd, maar dan komen we er echt wel doorheen. Oh, wow. Dat ging bijna, jongen. Ik dacht, ik vlieg even naar de cultmaster raid base, maar... Nope. Ik kon in theorie ook al zien zetten, maar het kostte en zoveel meer tijd en moeite. Daar had ik geen zin in. En dit is best wel veilig, want hij verwacht het hier waarschijnlijk niet per se. Oké, celletje doen we er even in. Zo, die... Mijn adidasjes. Oh, ze zijn kapot. Even wel bullets erbij janken. Ja, ik kan het met explosieven proberen, jongens, maar... Nee, het is eigenlijk nog te zoom, man. Ik moet nog even een paar bullets meer extra soaken. En wanneer dat gedaan is, dan kunnen we kijken naar eventueel zeg maar, erin rennen met een rocket launcher. Daar gebeurt nu iets. Is dat Jamie of... Kut, ja, ik moet hier eigenlijk even hangen. Kan dat? Ja, dit is niet de bedoeling. Hallo, doet doet. Wie is dat? Mooi hit. Was hij... Ah, man. Ah, ik heb echt zoveel moeite met aimen vandaag. Ik ben te hard aan het grinden. Oké, wel een paar hits. Zijn armor trekte denk ik niet echt. Is dat Jamie? Dat is een turret. Unpowered. Oh, nee. Dat was hij. Zag je hem? Waarom zit ik letterlijk altijd een... millimeter ernaast? Gewoon, het is gewoon haast indrukwekkend hoe scheef ik schiet vandaag. Sowieso even dit, want ik word hier een beetje moe van. Zit die daar boven? Nee, die zijn soken. Ja, ik denk dat we oké zijn. 8k HP. Eet dit, Freek. Oké, we soken weer. Het lastige is wel oprecht. We zitten nou deze hoek een beetje leeg trekken. Maar hoe dichterbij we komen, hoe meer die anderen gaan. Ah, hey, wat is dat? What the fuck? Wat is die beam, gek? Oh, heeft hij iets aan de hitching... Huh? Oh, nee joh. Ik denk oprecht dat er iets aan de hitching post hangt. En hij heeft het getipeed, een dino of zo. En daar zit zijn basis dan ergens helemaal achterin. Is dat de main base van de craftmaster? Ja, dag. Kut man, mijn cakejes die doen niet zoveel. Toch spijt dat mijn deodon dood is. Volgens mij wel man, ik weet niet wat het is, maar... Ja, dit doet echt te veel damage. Dit doet echt te veel damage. Het gaat er niet worden, jongen. Nou ja, hier, eet die cakes maar gewoon op. Ik ga jou even uit de battle halen, dat sowieso. Dan gaan we even op naar de volgende. Wat hebben we nog meer? Hoeveel zaden heb jij? Oké, Minecraft. Gaan we dan. Het voordeel is wel, legit, dat ik die turret zo heb kunnen plaatsen. Hey, lukt het daar? Hey, Jamie, waar ben jij? Hey,
Gooi. Oh, pas op, je staat met turrets. Het, ja, ik weet niet, man. Het is nog redelijk taai. Hé, hey, zie je die witte draad lopen hier voor mijn basis? Ja, dat zie ik ook. Ja, ik denk oprecht dat hij een dino heeft getp'd die gehitched zit. Dus hij heeft er ergens anders ook zijn mainbase waarschijnlijk. Ja, maar dit is wel... Ja, oprecht. Op zich, als we nu de handen niet vol hadden, had ik gewoon dat gedaan, hoor. Sowieso. Ja, die tech-turrets zijn taai, man. Dat is even pijnlijk. Ja, gewoon slopen, gek. Ja, misschien moet ik hem gewoon inrennen. Hey, oh, trouwens, een paar turrets zijn nog gesookt. Oh, never mind. Oh, nee, ik zie het. Hij heeft een Spino. Die op neutral staat? Gift erop. Een basilisk. Een wilde? Oh nee. De craftmaster wordt aangepakt. Ik wil dit gewoon zien. Tonk. 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 Oh, wat goed. Tonk. 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 Oh, kom op. Tonk. 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 Oh, kijk. Nee, ik moet reloaden. Nee. Oh, sunt. Oh. Huh? Waarom is hij niet meegetp'd? Oh ja, het is eigenlijk een rip fabricated rifle wel, maar ik kan nu letterlijk zijn spino killen. Ja, dat moet ik niet doen, man. Ik moet deze kook zo nu even wat nuttiger, of moet ik even bewaren. Hij kan hier toch niet in de buurt komen, dus ik wil het oprecht wel proberen, man. Kijk, als die heavies leeg zijn, dan kan ik het proberen, want die tactiles kan ik waarschijnlijk een beetje outrunnen, zeg maar. Ik wil alleen zelf niet doodgaan, man. Kijk, dit wil je hebben. Gewoon dat ze even één voor één, gewoon even op me targeten. En als de tactiles die schieten, blijf ik zelf oké, weet je wel. Anders gaan mijn armen kapot en zo, dat wil ik gewoon niet hebben. Maar vlieg gif omhoog, what the fuck? Hey, is hij leeg? Get soaked, bro! Oh. Oké, die rest niet. Joost, we komen je bevrijden! Ik ben benieuwd of Joost een snurker was, want heeft zijn mondharmonica wel echt even uit zijn mond gedaan. Kom op. Oh, dit doet pijn. Ik ben heel blij dat ik eindelijk Rudy's Kitchen heb. Rudy's Kitchen! We make it a nice pizza. Ligt hij? Hij is gepakt door een raptor. Nee joh, wat is hij aan het doen? Oh, zuur. Heel zuur. Kan ik dit doen? Ik wil nog gewoon even een test doen. Oké, nou ja, dat had geen zin. Alright. Toch nog tamelijk pittig dit, jongens. Ik moet even een extra rifle gaan halen. Ik weet niet hoeveel ik er nog heb. Maar dan gaan we zien. Oh, misschien van die kant naar deze kant gaat het prima. Alleen van de prison naar dit hok is dan weer net iets te... Trouwens, deze turret is straf. Moet je niet door vertellen, hè? Hier weg vet weinig kogels nog. Van de andere raid. Dus ze staan er puur voor intimidatie. Ik heb er nog wel eentje met 400 bullets hier. Maar de rest heeft echt 50, 12, 30. Van die nutteloze aantallen, weet je wel. Oké, heb ik hier nog een fab? Ah, een normale kut. Een normale kut. Godverdomme. Vlek, geef me even sowieso extra helmpie. Hoe is het met mijn armor? Oh, die is nog oké. Blacks. Schoentjes. Let's go. Ja, ik moet wel even... Misschien moet ik hem gewoon longnecken dan. Ja, longneck is best wel nice, hoor. Maar het nadeel van longneck is gewoon wel oprecht... dat de reload zo gewoon veel te lang duurt. Ik ga het wel doen. Maar het is niet de meest nuttige wapen op dit moment, zeg maar. Ik ga deze ook even achterlaten hier, man. Die doet nu te weinig. Oké, gaan we. Het is meer dat ik hem af en toe af kan leiden en even een shotje erop kan lossen. Ik hoop wel dat hij... Oké, mijn staggers leven nog. Hij kan in principe met een tech rifle nu heel easy met de staggers killen. Dat moeten we ten alle kosten natuurlijk vermijden. Is ook jammer... Is dat Jamie? Oh, nou kijk. Het gebeurt ook nog eens ook. Van het Wardo. Hier tussenin weer. Ja, vies peuk. Kijk, we kunnen vanuit de hoogte aanvallen, maar we kunnen gewoon te weinig doen. Ik kan een stagger op het dak gooien. Maar die wordt dan sowieso geblazen door die dingen. Dus ik kan in principe met mijn Wyvern eroverheen... Ik kan wel kijken voor de test wat er gebeurt, maar ze hebben gewoon te weinig HP. Want dat is de status. Dan draait sowieso alles naar binnen en hij heeft ook die twee torens. Ik pak bewust ook deze kant, omdat dit rustig is. Ze zijn natuurlijk al even bezig, want die torens moet ik voor oppassen. En vanuit deze kant dan moet ik wel heel hoog overliggen en die laten vallen. Ik zou een Stego met C4 kunnen beplakken. Bro, is dat slim? Zullen we doen? Ik heb het nog nooit gedaan. Zullen we gewoon doen? Het is misschien leuker met een turder, met een schildpad, maar zullen we gewoon doen? Ja, fuck it, toch? Waarom niet? Ja, gaan we gewoon doen. Fuck it. Heb ik nog Wyverns? Oké, we gaan het doen. We gaan het doen. Oeh. Oké. Zo. C4. Ik weet niet hoeveel we erop moeten gooien, hoor. Maar we plakken er maar gewoon even wat op. Dan. Kut. Dan is het één van deze stego's. Jij. Oh. Dit wordt echt zonde, man. Dit wordt echt zonde. Maakt niet uit. We moeten committen. Broeders, we committen. 1. Wat kan dit niet? Nee. Ja, maar dat ik zit op mijn eigen platform of zo, weet je wel. Oh nee, zijn C4 verbugd? Ja, ik ben nu echt bang dat ze gewoon op mijn platform... Ze zitten gewoon op mijn platform. Of niet.
Ja, joh. Ja, dude, rot op. We kunnen... Paul. Wacht. Heb ik nog een wyvern? Oké, we gaan er gewoon voor. Hoi, hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Beter ga je er niet in beneden. Ja, oké. Okay. Passive, passive. Waar is die heen? Hij staat daarboven. Bonk. Oh, sorry, die doet pijn. Bonk. Dit ding doet wel echt damage hoor, deze rifle. Alleen... Ik kan niet zien hoeveel. Wat 3 hits op hem. Oeh, dat is jammer. Kunnen we het zien, kunnen we het zien, kunnen we het zien? Oeh, even al veel AP. Dat is geen hit. Hoe was dat geen hit? Pakken hem, jongen. Het is ook heel irritant dat de crosshair dit beweegt wanneer die aan het reload is. Hij zit de cover, hij zit de cover. Zal ik gewoon sowieso een stack... Ik heb heel veel stego-eieren. We kunnen deze gewoon opofferen. Zeg maar sowieso. Het is wel een beetje zonde, maar... Weet je, uiteindelijk willen we toch stack-stego's hebben. In plaats van dit. Die zijn qua HP gewoon net wat beter. Dus deze breed is... Qua lijn kan die sowieso wat beter, weet je wel. Oh man, ja, die prison is wel pittig. Ik wil hem eigenlijk hierop zetten. Ah, ik zag al iets van 2 van de 2 staan. Ja, volgens mij kan er niet, man. Volgens mij kan er niet. Oké, okay, behavior. Oké, okay, jij stands voor neutral. We gaan er gewoon voor. We droppen hem gewoon en we zien wel wat er gebeurt, joh. Ik ga gewoon even kijken of ik wat paniek kan introduceren in zijn leven. Hoop dat de wyvern niet doodgaat. Zo. En nou moet ik echt mega hoog gaan vliegen. En als die land... Oh, hoger. Zo, hoger. Tuut, tuut. Oh, daar ging de C4 al. Let's go! Wat? Wat is er vanaf geglijden? Wow, yo! Bro, what the fuck? Zagen jullie dat? Hij gleed er gewoon vanaf. Beste plan ooit. Beste plan ooit. Dit is een taaie reet, jongens. Het loopt allemaal gewoon vast. Nou, dan gaan we maar weer. Dat was even een... Yo, eerlijk. Die Stego die had gewoon max HP. En was weg. Binnen 5 seconden. Hey, sowieso, ik zat er niet op, dus dat doet ook wel heel veel. Maar wow. Kom dat door die turrentoren? Dat ik een soort van sprint hebben. Gewoon dat ik één mega run kan doen. Ik zit dat hoekje op zich, hè. Op zich, dat hoekje daar. Dan kan ik denk ik wel als een rat gewoon onderdoor rennen. Oh, daar gebeurt wel iets. Ja hoor, hij is wel bezig. Oké, dit kunnen ze dus niet echt incasseren. En dit is voor mij lastig. Ik wil echt gewoon die run proberen, man. Ik denk dat hij me toch niet kan looten. Hoe is mijn movement speed? Oké. Zal ik het gewoon doen? Full kit wel. Fijn dat hij zijn shield omhoog hield. Bro, waarom? What the fuck? Dat is echt al... Volgens mij is dat in deze serie. En dan vooral in het aberration gedeelte echt al 3 keer gebeurd. Dat ik denk van ja, ik ga erin rennen. En dan doet hij shield niet omhoog. Oh man, man, man. Ja, maar no way dat hij mijn korps kan pakken. Kijk, weet je. Dat valt te proberen. Maar de damage was toch misschien wel even te intens. Een klein beetje. Klein beetje maar. Ik vind wel dat dit moet lukken. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik ga wel even een klein beetje dingen hier laten. We gaan het gewoon doen. Het moet lukken. Ik denk echt als ik de long game moet doen, de soaks, dat het uiteindelijk wel kan lukken. Maar met weerstand van de craftmaster zelf wordt het wel lastig, man. Ik denk dat het een hele frustrerende taaie raid wordt. En we willen natuurlijk even progressie maken. Dus met TP er iets. Oké, dit willen we hebben. Of kun je gewoon niet sprinten met shield up? Ja, gast. Misschien moet ik een verse stego proberen. Versie. Ik heb gelukkig nog super veel kruipels met stego's, maar... Oh, fijn. Top. Oeh. Oeh, ja hoor. Oh, wacht. Is dat Jamie? Is dat Craftmaster? Craftmaster, oké. Oh, hij wil mij soken. Oké. Oh, wat een trash stego, man. Ja, alleen kut. Ik heb nu net op... Ja, weet je wat? Ik ga er gewoon voor. Kom op. Pardon? What the fuck? Ik kreeg al het vuur. Ik zat ook echt te kijken van... Oh joh, what the fuck? Mijn stego blijft gewoon lekker leven. Super dik. Al het vuur kwam op mij. Strategie met Rudy. Top. Top, man. Lachen. Goeie. Nou, ik heb alsnog al mijn spullen. Was er nu weer kapot. Mijn hands en mijn feet, man. En mijn stego trouwens. Oké, nou ja, hij gaat overduidelijk mij lastig vallen, dus Er wordt ook echt flinke damage gedaan, man. Ik kan niet helemaal achterhalen welke turrets er zijn, want er lijken er zo weinig, man. Whee. Oh, hij is gewoon weg. Ja, hij kwam wel... Weet je wat het nu is? Als ik tot die body kan runnen... Oh, wacht eens even. Kan ik niet gewoon... Misschien kan ik een kruipop move poelen. Oef. Oké, nou ja, dat ging iets beter in mijn hoofd. Yo, misschien kan ik wel oprecht door een... Want deze hoek is iets kaler, weet je wel. Wel die toren daar, daarvoor moet ik oppassen. Maar als ik... Ja, mijn chestpiece is kapot. Kut, dat is net wat ik nodig heb. Oeh, ze zijn wel snel, jongen. Hey, what the fuck? Kan die ook gewoon ratten? Legit, though. Als ik via hier gewoon de run kan halen... Yo!
Ik denk oprecht dat dit geen dom plan is. Alleen, ik moet wel... Ja, ik heb geen chestpiece, dus dat wordt echt meteen insta-def. En die rand, die kan me naaien eventueel. Ik moet eigenlijk grapple... Kut. Oh mijn god! Oh, instant death! Ja, dat armor man. Die chestpiece. Wat ik zei. Ah, kut. Ik legit. Ik denk dat die angle best wel zwak is. Als ik daar met een stego een kruipot in kan gooien... Ja, dat wordt het plan. Ik denk dat dat echt een zwakke hoek is. Nu moet ik hem heel snel gaan netten. Ik moet heel snel een armor hebben. Flak. Ja. Oké, dus ik ga hem even verdedigen, jongens. Want hij kan het hokje zo rocket runnen. Ik verdedig het even, dan ga ik die cryo stego halen. En dan probeer ik daar via de rand gewoon door te gaan. Staat hij al voor mijn hok? Of zijn dat mijn eigen? Zijn mijn eigen, oké. Waar is hij nu? Is hij er niet meer? Hij is weg. Wow, yo! Nee, bro, what the fuck? Ja. Ja. Gast. Wat gebeurt hier nou weer, joh? We hebben naar boven. We hebben een plan, we hebben een missie. This is gonna happen, man. Die hoek. Die angle. Oh, als ik daar gewoon iets meer nog had, hè. Gewoon iets meer body, dat ik even extra kon hiden. Want hier zat ergens damage, jongen. Oh ja, die tech turrets, die blazen ons ook helemaal weg. Ik denk, als ik dan onder ga met deze, dat ik hem echt er in de rand moet hebben. Want dan heb ik gewoon extra koffer daar. What the f... Nee! Nee, doe normaal! Nee! Is dat sterk? Bro. Is dat sterk? Ik heb er nog nooit tegen gevochten. Ook een nette. Oh, hij heeft sneuvel toch? Of niet? Dit met turrets killen dit easy, toch? Ja, what the fuck? Oh ja, die is zo weg. Die is zo weg. Of niet? What the fuck? Wat heeft hij dan nog meer allemaal in petto?